Anders aai je even een leeuw. Jullie kunnen het je vast nog wel herinneren. Die Franse toeristen die met een klein kind doodleuk uit hun auto stapten tussen de jachtluipaarden in safaripark Beekse Bergen. Nou, er zijn meer toeristen die zulke hachelijke dingen doen. Dat blijkt wel op deze safari in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark. Leeuwen op de savanne in Afrika zoeken graag de schaduw op om even te ontsnappen aan de brandende zon. En als er dan geen schaduw van een boom is, dan maar de schaduw van een auto vol toeristen. Plotseling vindt een van de mannen het een goed idee om de leeuw even te aaien. En dan gebeurt er dit. De opzichter van het safaripark is natuurlijk erg geschrokken van deze beelden. Volgens hem onderschatten toeristen nog wel eens de snelheid van een leeuw. Hij noemt de actie verder waanzinnig dom. En zegt hij, de leeuw had de toerist door het raampje kunnen sleuren en voor de ogen van zijn vrienden kunnen verscheuren.